Bij harde regens kent de Franciscanenstraat en alle zijwegen één probleem. En dat is enorme wateroverlast. En hoe dat allemaal komt, wat de oorzaak is, dat vertelt buurtbewoner Prem Binda. Want hij heeft dit probleem meerdere malen aangekaart bij de daartoe bevoegde personen en instanties. Echter steeds aan dovemans oren. Ook anderen die vinden dat zij kunnen doen wat zij willen, want zij plaatsen netten zodat het water niet makkelijk kan doorstromen. U hoort Prem Binda vertellen over het probleem aan de Bindastraat en alle andere zijwegen van de Franciscanenstraat. Want bij harde regens, dan weet een ieder het, dan zijn al de straten daar onder water. Het is eigenlijk niet mijn probleem alleen. Van de hele buurt, die mensen die wonen tussen de Overtoomlaan, Achillalaan en de Franciscanenstraat. Dat gebied is ongeveer 90.000 vierkante meter. Ik heb op een middag staan lopen en kijken hoe groot het gebied is. Dus als het ware 9 maal Suriname stadion. Zo groot is het gebied. En dat gebied wordt ontwaterd door deze trens naast mijn schutting. En er is geen onderhoudstrook. Hoe de mensen zo hebben verkaveld, weet ik niet. Het is ongeveer 50 jaar geleden gebeurd. Toen kon het wel waarschijnlijk. Maar goed, er is geen onderhoudstrook. En de afgelopen 10 jaar werd het niet onderhouden. Mm-hmm. Ik heb dus tientallen brieven geschreven. Naar OW, naar de DC, naar Openbaar Groen. Niets. Uiteindelijk heb ik een advocaat in de hand genomen. Dat was in december. Die heeft een deurwaardersexploot gestuurd naar meneer Soman van Openbare Werken. Geen reactie. Uiteindelijk heb ik een paar mensen van de buurt kunnen krijgen om een comité te vormen, een belangenorganisatie. Het was heel moeilijk hoor, ik ga je straks vertellen waarom. En toen kwam dus het, wat gaan we doen? En ik heb de voorzitter van de DNA, mevrouw Jenny Simons, heb ik een app gestuurd, want ik heb een heel goed contact met haar. En ik heb gevraagd om een onderhoud. Ze vroeg waarover het ging. Ik heb uitgelegd, een paar foto's gestuurd. En zij is iemand, als ze je niet terug hebt op hetzelfde moment, zeker de volgende dag. En ze liet de secretaresse een afspraak maken. Ik ben toen geweest. Ik heb er gewezen met alle foto's en zo. En in mijn bijzijn belde ze minister Jotkan. En later werd het verder besproken. En warempel, u zult het geloven of niet. En dat was in begin december. Voor de kerstdagen was die hele lengte opgehaald. Zowel met een machine als met de hand. Want sommige plaatsen kon ook geen machine door die schutting. Oké, daar was het goed. Maar dit is een secundaire lozing. Nu zouden die tertiaire lozingen moeten worden opgehaald. En de afdeling ontwatering zei dat is de bestuursdienst is verantwoordelijk voor onderhoud ervan. Dus ze zijn begonnen. Ik heb begrepen, heel Flora. Ik zag ze hier en daar ook hoor. Dus ze zijn hier ook komen graven, die tertiaire lozingen. Dat zijn die lozingen aan de voorkant van je poort en zo. En wat hebben ze gedaan? Ze zijn met die machine te dicht bij die schoeien geweest vanuit de Bindastraat. Waardoor die betonnen schoeien kapot is gegaan. En elke dag door die trillingen van die auto's en de regen daarna valt het steeds naar beneden. En als zo'n schoeien, een betonnen schoeien, in die vlak voor die uitmonding van die duiker komt, dan hebben we weer een verstopping. En dat haal je niet met de handen. En eigenlijk is dit, heeft weer een oorzaak, toen die Chinezen bezig waren hier te asfalteren, hebben ze waarschijnlijk geen wapen erin gezet. Er was een consultantbureau was belast met toezicht. Ik weet niet wat ze hebben gedaan, want dat ding is in tweeën gebarsten. Dat betekent, er zit geen
beton is er erin. Maar goed, dat ding staat op instorten. Ik ben geweest bij, ik heb OWE'ers gemeld. Die zeiden bestuursdienst, dus ik ben naar bestuursdienst geweest. 2 weken geleden, ik heb een half uur staan wachten, want ik hoor een zekere mevrouw Filemon gaat erover, buitendienst. Op een gegeven moment werd ik een beetje geïrriteerd van, het is iets niet van mij. En ook vanwege die COVID-gevallen, je wil niet te lang uit huis gaan. Dus ik heb tegen die meneer daar gezegd van, terwijl mevrouw Filemon op de hoogte werd gesteld, er is iemand voor u. Dus een zekere andere meneer, ik denk meneer Veller of meneer Velter, die vroeg me, wat is het probleem? Hij had zo'n uniform aan. Ik heb hem toen uitgelegd van, luister, kijk, ik kwam niet eigenlijk voor mij. Ik kwam voor de hele buurt. Het is een probleem daar. Ik heb hem uitgelegd. Hij heeft het ene aan notities gemaakt. Ik heb hem die tekening ook gewezen. Hij zei, oké, en het gaat om deze tekening hier. Kijk, deze tekening heeft de minister ook van openbare werken. Ik heb hem ook eentje cadeau gemaakt. Het is dit gebied en het gaat om dit hier. Dit is het probleem hier. Deze kleine loosing hier met een diameter van misschien een meter moet 90.000 vierkante meter ontwateren. Het lukt nooit. Daarom is aan die kant van Franciapanenstraat eeuwig onder water. Oké, ik heb daarna nooit meer iets gehoord. Of meneer, mevrouw Filemon wel of nee dat bericht heeft gehad, weet ik niet. Ik ben toen ook geweest naar, openbare werken, afdeling ontwatering. En ik heb meneer Bississer en meneer Ramotaar op de hoogte gesteld. Dat die ene buurman, wat u net hebt gezien, een net heeft gezet voor zijn duiker. Waardoor weer een verstopping ontstaat. Hij vindt, er gaat vuil in zijn duiker. Oké, hij zou het komen weghalen. Ik heb hem uitgelegd. Want toen ze bezig waren in december, heb ik hem al uitgelegd. Die man is een moeilijke man. Hij zei, maar voor hem is niets moeilijk. Maar dat ding is niet weggehaald. En niemand durft het weg te halen. Toen hij het ging zetten, was de buurman ernaast. Hij heeft het meegemaakt. Hij zei, we moesten durven verpoering. Dus de vraag is, wie durft om dat ding weg te halen? Want afgelopen zaterdag, toen het zo had geregend, zaterdag op zondag, na een halve dag, was die kant al helemaal, het waterpeil was gezakt. Want het loest goed weg nou hoor. Maar deze kant was nog onder water. En geloof het of niet, mijn erf loopt zelfs ook onder water. Maar ik zie niemand komen. Dus wat de rest dan? Ik heb minister Chotkan gebeld. Toen kreeg ik zeker meneer Wikaas. Hij schijnt de rechterhand te zijn van de minister. Ik heb hem uitgelegd. Hij zei goed, hij gaat het doorgeven. Maar er gebeurt niets. Wat de rest er dan? Weer op en neer rijden, lopen, wachten, dit en dat, met mensen in contact komen in dit COVID-systeem. Is niet raadzaam, wil ik ook niet doen. Ik heb beide instanties op de hoogte gesteld, er gebeurt niets. Rest, publiceer het. Maar zet hem helemaal, laat iedereen weten wat het probleem is. En waarom, we hebben hier een vergadering gehouden. 6 december geloof ik. En toen bleek dat andere mensen ook bezig waren. Ja. Ik zie hier een brief van 10 januari. Ze hebben met handtekeningen een schrijven gericht. Kijkt u hier. Met handtekeningen een schrijven gericht aan de districtscommissaris van Paramaribo Zuidwest. Dat was toen de heer Polak. Ja. 0 request. En die meneer die was ook hier. Er waren ongeveer 300 mensen uitgenodigd. Dat zijn die huizen hier. U zult het geloven of niet, er waren maar 6 mensen. En hoe kwam dat? Ik was zo teleurgesteld, ik heb het nagetrokken. En wat bleek? De mensen hebben mij bestempeld, een stempel gegeven van paars. Waarom? Omdat ik in 2010 en 2015 een paarse vlag hier had opgehangen. Die vlaggenmast staat er nog. Maar de situatie verandert. Ik was beleidsadviseur bij LVV onder meneer Algo.
de huidige minister heeft me eruit gegooid. Omdat ik kennelijk meer weet dan hij, wat certificering betreft. Dat is een verhaal op zich. Maar hij heeft ook een aantal andere mensen ook weggehaald hoor. Dus ik ben niet de enige. Hij heeft zijn eigen mensen gezet. Minister van Openbare Werken. Weet u sinds wanneer ik brieven schrijf? Sinds dat Abrahams minister was van OW. Dat is vlak na 2010. Toen kwam er minister. Al die brieven heb ik. Nooit heeft iemand gereageerd. En vandaag aan de dag zitten we met een probleem hier. Wat niet zo 1, 2, 3. Want als u dat ding weghaalt, gaat die man een andere zetten. Begrijpt u? Deze man moet op het matje worden geroepen. Desnoods met politiebegeleiding of weet ik veel wat. En hij moet verhoord worden en hij moet een boete krijgen, zodat hij het afleert. Je moet een keer komen als het zwaar regent, dat gaat u zien hier. Het is opgehaald, heel goed door openbare werken. Maar nu zijn twee andere problemen ontstaan. Dus we zijn even ver. Want dit gebied, 90.000 vierkante meter, moet door dit klein ding. 20 meter is het maar. Ze hadden een andere oplossing in mind om dat ding te beschoeien, beton. Maar dit is een voorlopige oplossing, zeggen ze. Maar als dat ding gebeurt, die man maakt het dicht omdat hij vindt dat het gaat vuilder in. Dan blijven we zo aan de gang. Dus laat iedereen het maar weten. Laat de bestuursdienst weten wat er hier aan de hand is. Laat OW weten. Laat de politie ook weten. De districtscommissaris. Openbaar groen is een keer geweest. Deze man heeft aan die kant een inspectieput. Dat is verplicht. Maar hij heeft gezegd, niemand moet durven om die inspectieput open te maken. Die mensen zijn onverrechter zaken. Maar ik kan u weten, zijn ze verdwenen. Hè? Dat soort situaties hebben we hier. En ik ben degene die het meest eronder leidt. Waarom? Al het water komt hier zitten. En ik ben vlak ernaast. En het is geen schoon water, maar dingen is wat komt. Als het weg is, moet u zien wat voor troep erachter blijft. En kijk wie de oorzaak is. Daar één, bestuur, die aannemer. Ik heb gevraagd wie die aannemer, ze willen me niet zeggen. Want eigenlijk is die aannemer verantwoordelijk ervoor. Maar als niemand wat zegt, heeft die man misschien zijn geld al gehad afgelopen. Dus dat is in het kort het verhaal. U ziet, ik heb een beetje gewacht. Ik heb gedaan wat ik moest doen, mijn burgerplicht vervuld. Maar omdat, als ik nu weer ga rondlopen en mensen uitnodig om te kijken wat nu het probleem is, gaan mensen niet komen. Ze zien die paarse vlag niet meer. Maar ze hebben toch het idee van deze man probeert munt uit te slaan uit zijn acties. Weet je, terwijl dat niet de bedoeling is. Want ik heb alvast afstand genomen van paars. Weet u? Als men me zo behandelt. De ruitschap. Dus je mag wel meedenken, meedoen, maar je mag niet meebeslissen. Want dit waarom ik weg ben gestuurd, was om het besluit terug te draaien. Dat hij in de media moest zeggen van het is verkeerd overgekomen. Het is geen GAP-certificaat wat ze hebben. En dat geeft je ook geen vrijbrief dat je mag exporteren. Want dat is een heel ander verhaal. Maar op grond daarvan ben ik eruit gegooid. Dus je mag niet meebeslissen. En dan houdt het op.